Hoi, ik ben Kiki en ik ben 12 jaar oud. Sinds 6 jaar is er een repaircafé in mijn buurt. Elke maand help ik hier met koffie, inschenken en broodjes brengen naar de vrijwilligers. Vandaag heb ik ook iets meegenomen dat gerepareerd moet worden. Kijk, mijn t-shirt. Hallo, wat heeft u vandaag meegenomen om te laten repareren? Ik heb vandaag een vouwfietsje meegenomen en wat daarmee is, de dynamo is niet zo goed afgesteld. Dus de lampjes doen het, maar de dynamo moet nog even goed afgesteld worden. En dat is die mevrouw aan het doen, dus Monique nu aan het doen. Oké. En nou mag ik jou vragen, Kiki, waarom vind jij het leuk om hier te komen in het Repair Café? Nou, ik vind het leuk om mensen te helpen en koffie rond te brengen of in te schenken en broodjes rondbrengen om behulpzaam te zijn. Ik krijg wel vaak complimentjes en dat vind ik wel leuk. Waarom bent u vrijwilliger bij het Repair Café? Om mensen te helpen die bepaalde reparaties niet zelf kunnen oplossen. Omdat ze bijvoorbeeld te oud zijn of een of andere, hun handen niet zo goed meer kunnen gebruiken of het nooit gekund hebben. Heeft u nieuwe mensen leren kennen door dit vrijwilligerswerk? Uiteraard, alle mensen die hier aan meewerken. Ook reparateurs op ander gebied dan handwerkgebied. Hallo, hoe bent u op het idee gekomen om hier vrijwilligerswerk te doen? Puur door mijn buurman. Ja, die kwam naar me toe en die zei van, hey, je zit toch in de elektronica, je doet toch reparatie, dat soort gebeuren thuis, heb je daar zin in? Toen heb ik gezegd, oké. Dan sluit ik me aan bij jullie. Zo is het van gekomen dus. Waarom bent u eigenlijk vrijwilliger bij het Repair Café? Ik vind knutselen ontzettend leuk en dingen repareren vind ik nog veel leuker. En met z'n allen hier vind ik dat ook heel erg leuk. Ik ben nu gepensioneerd, ik heb alle tijd en ik doe het heel graag. Doordat ik hier vrijwilligerswerk ben gaan doen, heb ik steeds meer nieuwe mensen leren kennen die ik bijvoorbeeld ook in de supermarkt en op straat tegenkom. Klaar. Ja. Nu is mijn t-shirt gemaakt en nu moet ik nog een vrijwillige bijdrage geven. Van het geld kopen ze nieuw gereedschap en eten voor de vrijwilligers. Dag, tot de volgende keer. Dag hoor, tot de volgende keer. Dag.